Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom hier in Amsterdam. Van harte welkom bij dit financieel ontbijt. De Financial Agenda. Het is mij groot genoeg om u door deze sessie te leiden. En zeker over dit onderwerp, wat mij persoonlijk altijd wel raakt en boeit, omdat er zoveel belangrijke bedrijfstrends bij elkaar komen, namelijk duurzaamheid. Wij maken iedere dag drinkwater en we zuiveren water en dan hebben we een restproduct. En we hebben inmiddels ontdekt dat uit dat restproduct dat we weer nieuwe producten kunnen maken. Bijvoorbeeld kalkkorrels, kippenvoer of humuszuren, wat heel erg goed is voor het land. En dat gebruiken de boeren weer en daardoor stoten de boeren minder nitraat af in de grond. Mm-hmm. En kunnen wij weer makkelijker ons waterproduct maken. En dat is echt circulariteit. Het gaat natuurlijk om de duurzaamheid van de organisatie op langere termijn. Hè, de instandhoudingsdoelstelling. Ik geloof dat duurzaamheid daar heel erg aan bijdraagt. En dat de CFO daar ook een hele belangrijke rol in heeft om dat te bestendigen. Is het ook een risicofactor dat als je er niet iets aan doet, dat je dan misschien op lange termijn een probleem krijgt? Ja, zonder meer. Ja? Weet je, bedrijven, eigenlijk zijn er ook nauwelijks meer bedrijven die niks aan duurzaamheid doen. Maar ik geloof dat de traditionele rol van de CFO in die hele duurzaamheidsagenda wel verandert. Mm-hmm. Want? Nou, ik zie met name dat de CFO als iemand die alles stuk rekent of met zijn traditionele modellen, ja, uiteindelijk niet de voortrekkersrol uiteindelijk stimuleert, dat die rol gewoon verdwijnt. Ja. Dat werkt gewoon niet meer. Vroeger was het, ik beheer gewoon de financiële informatie. Nou, nu eigenlijk heb ik een voortrekkersrol ook bij welke projecten ga ik financieren. En als er dan iemand is in het bedrijf die echt met een gek idee komt, maar misschien juist wel een heel mooi idee om duurzaamheid te promoten, ja, dan kan ik dat eigenlijk faciliteren als CFO om daar dan ook financiën voor te regelen. Ja, vergis je niet. Wij hebben ook een omslag gemaakt in de afgelopen 10 jaar van print naar elektronisch en tegenwoordig noemen we dat digital uitgeven. Dus ja, dat is een vrij tangible omschakeling die wij als organisatie ook hebben moeten maken. En was dat over de duurzaamheidsas of was dat over een andere as dat jullie die omslag maakten? Beide weer. Hè? Ja. Dus daar zit weer, als je het zorgt dat duurzaamheid een topic is wat 1-op-1 zit met je strategie en in je groeistrategie, ja, dan ben je ook succesvol, denk ik. Wat ik heel erg interessant vond vanochtend is dat iemand zei, ja, het gaat niet alleen om de investeringsbeslissing en de keuzes die je moet maken, maar veel belangrijker, dat betekent dat je aan de andere kant moet besparen. En het gaat er dus niet om of je iets extra's hebt, maar durf je concessies te maken aan de andere kant om die duurzaamheid mogelijk te maken. En ik denk dat die combinatie ook vanuit de financier net zo belangrijk is als welk bedrijf dan ook.